De attractie is vanzelfs Erik Dekker, hier mij van acht, maar er zijn ook Frieske kanshebbers. Ik wil mijn jood graag zien letten, maar het liefste is ook van de winter er bestaan. Ik wil gewoon nog één hier alles op alles zetten om gewoon de absolute top te halen. En ja, zou dat nou goed maar het mogelijk wijzen, dus daar ga ik gewoon voor. Ik ben hutvallen in de Olympisch Tour en daar heb ik een kneusde nier op rond. En ik had toch twee hele maand actieve rust aan hadden. En, maar ik ben er weer, het gaat weer, wel lekker. En, ja, ik hoop dat Jurik lukken wil. Erik Dekker, zo even tussen de handtekeningen door. Je staat aan de vooravond voor een hele belangrijke titel, hè? Want er is maar één man hier ooit in Schruisterveen geweest die twee keer heeft gewonnen. Weet je toevallig wie dat is? Nee, ik zou het niet weten, maar ik heb hier een keer echt gewonnen, dat weet ik. Maar van de 18 keer zijn er 17 winnaars. De enige die twee keer heeft gewonnen is Joop Zoetemelk. Jij zou de tweede kunnen worden. Ja, maar je moet mij niet met Joop vergelijken, denk ik. Nee, maar ja, ik ga mijn best doen en we gaan het zien. Maar je bent in blakende vorm. Nou, ik ben wel moe, maar de praktijk leert wel dat het op de fiets allemaal wel meevalt. Maar daarbuiten ben ik heel moe. Maar ja, als je natuurlijk drie etappes vindt in een Tour, dan vergeet je de moeheid soms ook wel eens. In het peloton van 46 deelnemers nog twee toerwinnaars. Hier in het midden, zonder helm, Salvatore Comesso en ik Marcel Woest die aan de start. Maar dit is de favoriet. Ik moest winnen, zei u. Daar reed het heel surfhuis op. Erik Dekker dus de favoriet in Schruisterveen en dan gaat het peloton los. De temperatuur is een beetje zakken, dus het wordt wat noffelijker, maar er wordt hard koerst. In dit peloton nog een paar Frieske deelnemers. Tim Hiemstra van de Rottevallen en ik Herman Steensma uit Schruisterveen riet mij. Wopke Veenstra, mijn noemer zoon. Hij riet dus weer wedstrijden mij. Het gaat weer wat beter, maar hij had een heel ongelukkig voorseizoen gehad. Maar gelukkig voor hem ging het in Schruisterveen een stuk beter. De gemiddelde snelheid van het peloton weer heeg. Ze rieden 42 km in het uur. Hier zoeken we mijn nummer 40 Tim Hiemstra van de Rottevallen. En hier mijn nummer 46 Gritine Schommers. Een operatie hier in het begin van het jaar, maar hij is goed hersteld en lijkt de vorm weer om te krijgen. Dan Erik Dekker. Hij besjocht het even wat en is mij in de eerste ontsnapping een kopgroepje van zo'n man. Maar zoals het de hele jonge trok in schoen, weer het hardst om een ronde en naar je kopgroep. Het publiek wie massaal uiteraan naar Schruisterveen om die grote kopstukken eens even rieten te zien. En dan hebben we hier Salvatore Comesso en hij had nou wollen helm op. En dat is de helm van Jan Steensma. In allerijl op een motor naar hem toebracht, want zijn eigen helm lijkt nog in de auto. En dus gaat de helm van Jan Steensma hudder als er ooit rieten hier. Hoor grote namen in het peloton, Maarten den Bakker van de Rabobank ploeg. Koos Moerenhout, hij riet voor Farm Frits, gelijk als Servas Knaven. En ek Tristan Hofman zit in het peloton. Hier even een tussensprint tussen Salvatore Comesso en Marcel Wüst. En het is Wüst die hier krekjedder is. Nog een 20 ronden te gaan. Had we hier een kopgroep gehad met Traeman, met erin Magnus Bekstedt, Maarten den Bakker en Chris Peers. De Belg Chris Peers, hij krijgt hier de aansluiting met de vaste twee. Maar er was net een renner die het voor wat kreeg om echt voor te blijven. Constant weer naar je kopgroepjes. En hoe kan dat ik ooit met zo'n hoog gemiddeld tempo? In totaal dus 60 ronden van goed oorl kilometer. En we naderen je de slotfase van de wedstrijd. Kopgroep van Salman. En in die kopgroep, heel verrassend, Gritine Schommers. Hij voert je de groep aan. Verder in de groep Bert Hiemstra en Jan Boven. En dan Servaas Knaven. Zo'n ronde van de eind. Hij wiet een gotje te pakken, pakt een seconde of tien. Maar ek hij wiet net voor te blijven. Het peloton dan een seconde of tien erachter. En dat is vanzelfs maar een heel iets gotje. En dus krijgen we weer een hergroepering. Maar dan, nog twee ronden te gaan. En waar komt er als eerste om een bocht? Dat is de favoriet Erik Dekker. En zal het dan inderdaad slagje dat er die titel je pakt? Twee ronden en hoe groot is het verschil? Nou, net volle, secondes acht. En dan is nog een eier. Maar Erik Dekker, de sensatie, de strijdlustigste renner van de Tour.
maar hij werd in de allerlaatste ronde weer ompakt. Troch onder oren Salvatore Commesso en Marcel Woest. En die gingen de sprint aan en het is Woest voor Commesso en voor Dekker. Ik heb dan ook een beetje gepokerd. Ik heb dan Commesso veel werk gelaten. Ja, het was dan natuurlijk ook een beetje risico. Maar in het eind hebben we alle twee moeten met Tarzimstra heel hard rijden. En in het eind hebben we hem teruggepakt en dan was Erik natuurlijk heel moe. En dan door die laatste bocht ging Commesso van kop en ik kwam dan heel goed terug en heb gewonnen. Een ijzersterk podium dus in Schroesterveen. Alle drie etappenwinners van de Tour op een Riege.